huidige Eerste Kamer die zwaait vandaag af. Ja, die senatoren die moeten hun buurman of buurvrouw nog maar een laatste keer goed aankijken vandaag. Het is namelijk ook voor de laatste keer dat ze in deze samenstelling in de bankjes zitten. De Tweede Kamer, of de Eerste Kamer moet ik zeggen, die vergadert voor het laatst. Vanochtend is dat het geval en dan om 1:15, dan kunnen de bitterballen al op tafel. Dan begint het afscheid van de Eerste Kamerleden die niet doorgaan voor een volgende termijn. Zo wordt 6 juni 2023 de dag dat er een einde komt aan een politieke carrière van 45 jaar. Die begon in de gemeenteraad van Bolsward in 1978 al. Vervolgens kwam de Tweede Kamer, het ministerie van Verkeer en Waterstaat, dat van Economische Zaken, om dan via het burgemeesterschap in Delfzijl en Almere uiteindelijk dus nog Eerste Kamerlid te worden. Voor VVD-corrivee Annemarie Jorritsma zit het er vandaag toch echt op. En dat gaan de leden van haar partij, maar ook de televisiekijkers merken. Ook als ik afscheid heb genomen, dan blijf ik lid van de VVD. U zult mij niet als mastodont bij praatprogramma's aantreffen. Ja, misschien wel, maar niet als mastodont. Maar omdat ik ook nog wat andere dingen doe. En voor die andere dingen wil ik wel komen, niet voor om te praten over de VVD. Gaan wij niet doen. Buitengewoon bedankt allemaal. Ja, 45 jaar, dat is lang. Dat is heel lang, ja. Nou, het werd net opgenoemd, grootste carrière volgens mij in de VVD. Dus dat is toch ook wel een aderlating voor die partij, ja. Ja. Als we dan kijken naar die Eerste Kamer, we hebben natuurlijk, er is veel om te doen geweest de afgelopen tijd met het stemmen voor die Eerste Kamer. Want wij zelf stemmen daar niet voor. Daar wordt dat gebeurt dan getrapt. Mm-hmm. Dan hebben we het probleem gezien met Deborah Fernald, die voor GroenLinks daarin zat en vervolgens vervolgd stemde. Wat moeten we daar als samenleving mee? Zou je misschien zeggen, moeten we wel echt voor die Eerste Kamer gaan stemmen? Dat zou ik zo niet meteen zeggen. Je ziet inderdaad dat het heel politiek is geworden. Ook de manier waarop de Eerste Kamer... De Eerste Kamer heeft natuurlijk andere functie dan dat heel politiek zijn. Mm-hmm. Maar goed, je ziet nu dat er dus eigenlijk door de coalitie natuurlijk ook... omdat ze die probeerden zoveel mogelijk zetels in die Eerste Kamer te krijgen... Ja. Dat dat al heel politiek werd gemaakt. En dat er allerlei slinkse maniertjes zoveel mogelijk zetels werden veroverd, ja. Zeg maar. En dat geldt ook voor Deborah in dit geval. Die kan natuurlijk eigenlijk door die manier gewoon een zetel aan Volt geven. Dus ja. Het is, ja. Maar wordt er dan niet over nagedacht van, is dat handig voor een instituut dat dus juist niet politiek moest zijn? Ja, klopt. Maar ja, dit is een manier waarop het werkt. Ik weet niet of er heel snel verandering in gaat komen.